Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sporter in de Klas. Mijn naam is meester Jochem. En ja, ik zat naar de beelden te kijken en ik vind het gewoon zo tof om naar te kijken hoe je met je lichaam je eigenlijk gewoon door de openbare ruimte heen kan bewegen, kan springen, kan vliegen, kan landen en kan staan en kan balanceren. Ik vind het echt te gek om naar te kijken. En dat is waar het vandaag over gaat. Het is natuurlijk deze week Kinderboekenweek. En dan zou je zeggen, Kinderboekenweek, wat heeft dat te maken met freerunnen? Maar Kinderboekenweek, het gigagroen thema van natuur en dier. En daar is buitenspelen natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. En dat is waar het eigenlijk over gaat als je het hebt over freerunnen, wat mij betreft. En we hebben daar een hele goede freerunner voor uitgenodigd. Zijn naam is Siebe van der Spijker. En ja, ik ga hem er gewoon bij halen. Goedemorgen, Siebe. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ken een hoop sporten en ik heb zelf op een hoog niveau gesport, maar wat ontzettend knap wat jij allemaal kan. Ja, dankjewel. Ja, dat vind ik echt te gek. En ik zie het ook al aan de vragen van alle leerlingen die binnenkomen. Maar de eerste vraag die ik even wil stellen aan jou, van wil jij jezelf even voorstellen en even vertellen waar jij op dit moment bent? Ah, oké. Okay. Ik ben Siebe van der Spijker. Ik ben 20 jaar. Ik freerun al 8 jaar en ik ben op het moment in mijn eigen kamer. En jouw eigen kamer is in welke stad? Eindhoven, ja. Kijk, heel goed. Hey, en ja, het thema wat we al hebben gezegd is buitenspelen, maar jij bent freerunner, je doet dat al eigenlijk 8 jaar, geef je al aan. Wat betekent freerunnen dan wel buitenspelen voor jou? Zo, ja, freerunnen is sowieso, je bent heel vrij. Dus ja, je kan gaan en staan waar je wil, overal springen. En ja, buiten is daar de beste plek voor. Jij zegt buiten is de beste plek om te freerunnen. Zijn er ook momenten dat je het binnen doet? Ja, zeker. Ja, af en toe moet je wel even naar binnen toe om een keer iets te oefenen op een mat of zo. En uiteindelijk naar buiten te kunnen brengen dan. Maar ja. Hoe werkt dat als je iets wil oefenen? Want dat is eigenlijk ook wat we al vragen. Er komen heel veel vragen binnen van hoe begin je met freerunnen? Zo, ja, in het begin is het eigenlijk niet bang zijn. Wel verstandig en rustig opbouwen. Dat is wel heel belangrijk dan. Ja. Maar ja, gewoon proberen en durven te vallen. Durven te vallen? Ja. En heb je daar dan ook een techniek bij van dat je daar een wijze hebt om te vallen? Ja, we beginnen sowieso meestal met een parcoursrol. Dat is een mooie judorol, kan je het ook wel als zien. Ja. Maar dat is een goede manier om mee te beginnen. Ja. Om je vallen te bereiken, zeg maar. Heel goed, ik ga gewoon meteen wat vragen erbij pakken. Dan komen er zoveel binnen. De Plegelmeschool die vraagt, hoe ben je op het idee gekomen om te gaan freerunnen? Want ja, je bent het al ruim 8 jaar. Maar hoe ben je op het idee gekomen om te gaan freerunnen? Oh ja, het idee, ja, ik zat te voetballen, daar ben ik dan mee gestopt. En ja, toen zag ik filmpjes voorbij komen van Bart van der Linden, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Bart van der Linden, oké, ja. Ja. En ja, zo gedurende gaan zoeken naar waar ik best kan freerunnen en zo begonnen in Dynamo. Ja, hoe is, en dat is ook eigenlijk een vraag die wordt gesteld van, ja, dat is wat de regenboog uit Reeuwijk vraagt. Kun je iets vertellen over het beginnen van freerunnen? Is het een beweging die is ontstaan? Wat kan je daarover vertellen? Zo, het is in Frankrijk begonnen. In, bij Dam du Lac heet het ook wel. Ja. En, ja, trouwens, het is trouwens eerder begonnen, maar dat is al in films. Dat was langer geleden. Daar is het denk ik echt begonnen, in de filmindustrie. Ja, maar ik zat in het kijken. Ik denk, jij zou volgens mij ook wel voor stuntman over kunnen gaan. Of in ieder geval, ik zie soms vaak actiefilms waar mensen op de vlucht zijn en springen over daken. Maar volgens mij zou je dat zo kunnen doen. Zeker. Ja. Dat is, wat ik een leuke vraag vind in dat geval ook, is wat de Plegelmeschool vraagt. Spring je ook op hoge gebouwen of alleen op lage gebouwen? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, bijna eigenlijk wel. Op zijn tijd doe ik het wel eens op hoogte. Alleen blijft het toch wel spannend en vereist wel goed, veel concentratie, zeg maar. Ja. Ik hou het meestal gewoon lekker laag en maak het voor mezelf moeilijk op het lage niveau dan, zeg maar. Maar zit daar dan ook het element in van als je op hoogte gaat en het gaat fout, dat het dan ook echt te risicovol is? Ja, er is wel eens een moment dat je een sprong doet op hoogte en dat je echt ja, geen fouten mag maken, zeg maar. Dus echt volledige concentratie nodig is.
Dus ja. Je verstand moet je ook nog wel gebruiken. Zeker, uiteindelijk wel. De fakkel die vraagt, vind ik leuk, hoeveel salto's doe je per dag? Hoeveel salto's? Ja, dat verschilt eigenlijk wel. Ik kan er heel veel op een dag doen. Maar ja, moeilijk te zeggen. Ik denk, zullen we zeggen minimaal 1. Minimaal 1, dat vind ik hem mooi. Elke dag wel een dag geen salto is een dag niet gevrierend, zullen we maar zeggen. Ja. Ze vragen ook, moet je lenig zijn om te kunnen freerunnen? Oeh, het kan wel helpen in sommige bewegingen, zeg maar. Ja. Maar en uiteindelijk hoeft het niet per se. Ik ben hier zelf niet heel erg lenig. Ik ben vooral explosief, zeg maar. Wat betekent dat je explosief bent? Dat je de tijd dat je af kan zetten, zeg maar, vanaf de grond. Ja. Dat gaat heel snel dan. Ja, dus dat je denkt dat je heel veel energie vrij kan maken, dat je in één keer ergens op kan springen. Ja, precies. Oh, heel goed, heel goed. De strijp Dorp vraagt, hoi Siebe, wat was je eerste truc? De eerste truc? Ik denk dat het toch wel een vooruitsalto was. Een vooruitsalto? Ja. Kijk, en doe je dat dan vanuit stilstand of met een aanloop? Vanuit een aanloop dan wel, want vanuit stilstand is in het begin wel lastig. Ja. Dat kan je nu wel. Ja, standing, ja, ik kan nu wel, maar deze binnen is een beetje lastig. Oké, okay, dan ga ik je niet uitdagen. Groep 6 van de Steenel die vraagt, werk je ook met andere freerunners samen? Zeker. Ja, als het samenwerken is, doe ik vooral met Bart dan. Samen hebben we een YouTube-kanaal. Ja. Springbros heet dat. Ik laat het zien. De Springbros op YouTube. Ja, ja, dat is Bart en Siebe samen, ja. Zeker. En verder niet echt samenwerken. Het is wel waar we evenementen hebben waarbij we allemaal bij elkaar komen. Ja. Om te trainen. Maar daar is het eigenlijk wel. En ik zag wel dat ook op filmpjes dat je vaak als jij of een van jouw maten aan het springen zijn, dat iemand anders met een cameraatje meeloopt. Ja, zeker. Ja, dat is altijd leuk. Want dat is meestal ook heel technisch. Soms heb je een moeilijke run en dan moet je helemaal zo meelopen. Ja. Dat is ook belangrijk om te doen. Groep 5A van Arestein die vraagt, hoor Siebe, hoe lang doe je al een freerunnen? 8 jaar heb jij net al verteld. En hoeveel wedstrijden heb je al gedaan? Hoeveel wedstrijden ik al heb gedaan? Best wel veel eigenlijk al. Ik denk al over de 10 wedstrijden. Wel meer misschien. Ik durf het zo niet te zeggen. En dan willen we natuurlijk ook weten, heb je die dan ook gewonnen? Of werkt dat niet zo bij freerunnen? Zit er een jury bij of... Dat werkt zeker wel. Ik heb de speedwedstrijden, dat is een snelheid dan, ja. Heb ik nu, denk ik, 5 achter elkaar eerste plek gepakt. Oké. Okay. Ja. Dus je bent vooral ook snel. Zeker. Dat is een van mijn specialiteiten. Ja. Dan is het ook meteen het antwoord op de vraag van de Steno. Heb je wel eens een prijs gewonnen? Ja dus. Groep 5C van het samenspel, die vraagt, heeft u een keer een ongeluk gehad met het freerunnen? Oeh, genoeg. Ja. Zoals? Je hebt meestal dat je schenen, die gaan goed open, zeg maar, als je een keer een foutje maakt. Dat je net het muurtje niet haalt, dat je erop komt, maar er net langs bijvoorbeeld. Ja, precies. In plaats van erop komt, dat je schenen tegenaan komt. Au. Ja, ligt goed open. Ja. Maar ook dingen gebroken of? Ja, ik heb 2 dingen gebroken. Mijn enkel een keer in een blokkenbak. Dat is niet nodig. En, je zegt blokkenbak, maar ik denk dan aan een soort ballenbak van een groot Nederlandse warenhuis waar je meubels kan kopen. Maar dat is iets heel anders. Het is meer een foampit, zeg maar. Om van die foamblokken. Om te oefenen? Ja, precies. En daar heb je zelfs je enkel in gebroken? Ja. Hij was net, ik landde net iets terecht op vanaf hoog. Dus door de foamblokken heen? Precies, ja. Dan heb je wel pech. Ja, zeker pech gehad. Ja, zeker. Ja. Hey, als ik zit nu te denken, ik vraag vaak aan de sporter in de klas, in dit geval aan jou, van of wij de kinderen in beweging kunnen krijgen. Maar ik zit nu te denken, als de kinderen nou zeggen, ik vind het freerunnen leuk. Hè? Wat is nou een oefening die ze zouden kunnen oefenen, die wij nu ook zouden kunnen proberen om de kinderen even uit hun stoel te krijgen? Zeker. Wat we kunnen doen, ik ga het gewoon laten zien. Wat je kan doen, is je kan een klein sprongetje doen, zeg maar. Ja. En dan beter. Je kan het voor jezelf zo moeilijk maken als je wil. Oh, wacht, ik zal mijn laptop eventjes. Ja. Kijk eens.
Wat je kan doen is, je kan vanaf 2 voet afzetten of vanaf 1 voet. En dan kan je proberen op 1 voet te landen. En kan je kijken of je kan blijven staan. Daar heb je wel een goede evenwicht voor nodig. Ja. Dat moeten jullie wel kunnen, denk ik. En hoe ver mag je dan springen? Een half metertje of zo? Ja, ik zou zeggen, daag jezelf uit. Ik zou sowieso een meter proberen. Maar als het verder kan... Ik ga even proberen. Ik daag de leerlingen natuurlijk ook even uit om even de stoel aan de kant te zetten. Op zijn minst of je een keer kan springen en op je linkerbeen kan landen. Nou, dat is voor mij goed te doen, moet ik zeggen. Misschien dat mijn achtergrond als schaatser, waar we natuurlijk heel veel op één been staan, ook wel kan helpen. Ja. En dat nu even op rechts. Ik vind met rechts moeilijker. Heb je dan een voorkeursbeen of... Ja, uiteindelijk heb je wel een been die fijner is, denk je. Voor mij is dat rechts. Jouw voorkeursbeen is rechts? Ja. Ja, oké. En betekent het ook dat je dan altijd met rechts afzet als eerste of zo? Ja, dat verschilt eigenlijk wel. Je hebt altijd verschillende situaties, zeg maar. Dus ik kan het met links afzetten of met rechts. Ligt aan. Maar beide kanten. Beide kanten, gelukkig. Ja, de fakkel die vraagt van, hoe vaak val je? Verschilt. Ik kan vaak vallen of het kan heel vaak goed gaan. Maar ja, op z'n tijd maak je wel weer een klein foutje als je met iets bezig bent wat iets minder aandacht vereist, zeg maar. Ja. Dan maak je snelle foutjes. Dus, nou zag ik een filmpje voorbij komen, volgens mij in Amsterdam gefilmd, dat je vanaf de brug op zo'n grote paal in het water springt. Ja, ben je dan ook wel eens in het water gevallen? Ik ben nog niet in het water gevallen, gelukkig. Nee? Hoe doe je dat? Hoe kom je er dan weer af? In dat geval kon ik er vanaf springen naar de zijkant. Maar ik heb daar wel even gestaan om goed in te schatten van hoe hard moet ik nou springen om daarop te blijven staan, zeg maar. Ja, ik vind het echt waanzinnig knap. Stamgroep 6 van Waarland vraagt, heb je meegedaan aan een Nederlands kampioenschap, Europees kampioenschap of wereldkampioenschap? Maar ook, geef je ook les aan kinderen? Zeker. Ik heb meegedaan aan een... Ja, het is een beetje lastig in het vieren, want je hebt een lang verhaal. Maar ik heb wel meegedaan aan wereldkampioenschappen en ook Nederlandse kampioenschappen. Ja, wereldkampioenschappen is meer de fik. Het is een lang verhaal om uit te leggen. Maar, maar hoe ben je daar geëindigd op dat kampioenschap? Die was hier in Nederland gehouden dan en ik was eerste geworden. Kijk, dus eigenlijk een soort van officieuze wereldkampioen. Ja, dat is het ding dus. Ik ben technisch gezien wereldkampioen, maar als ik met de fik mee zou doen en daar zou winnen, dan zou ik echt wereldkampioen zijn. Oké, zeg maar. Dus het heeft met verschillende organisaties te maken dan of zo? Ja, precies. Oké. Ja. En geef je ook les aan kinderen? Dat wil Stamgroep 6 van het Waarland ook weten. Zeker. Ik geef les op Stripe S hier bij Commitment 40. Ja. Dus ik geef les. Dus als ze freerunnen Stripe S googelen, dan kunnen ze jou vinden? Zeker. Dan vinden ze de commitzaal, ja. Nou ja, heel goed. Dat is vooral zeker in de regio Eindhoven als leerlingen daarmee aan de slag willen. Dat is leuk. Ja. Groep 6 CBS De Wingert uit Ridderkerk, die vraagt, draagt u bescherming tijdens het freerunnen? Nee. Nee, bescherming is een no-go. Bescherming is een no-go? Nee, ja, zeg mijn oma zegt dat ook wel eens af en toe, dat ik gewoon scheenbeschermers moet gaan dragen. Maar ik weet niet waarom, dat gaan we niet doen. En als je dat als het kouder is, zie je het niet als je het onder je broek doet? Dat is ook waar. Maar je moet wel tegen een stootje kunnen, al wil je aan het gaan vrieren, zeg maar. Ja, dat is dan ook wel weer waar natuurlijk. Yeah. Groep 7 van de Regenbelg uit Reeuwijk die vraagt, wat is de gevaarlijkste stunt die je deed? Dat is een goede vraag. Ja, ik heb veel dingen gedaan wat wel gevaarlijk kan zijn. Maar of ik nou een specifiek kan noemen, dat vind ik wel lastig. Wat vind jij het meest leuk om te doen? Het meest leuk? Dat is mezelf wel mentaal uitdagen. Met een sprong die net eigenlijk iets te ver is. En waarvan je denkt van ga ik die wel kunnen halen? Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja. Ja. En wat is het meest spannend wat je hebt gedaan? Ja, dat is uiteindelijk wel sprongen op daken. Dat is wel een goede even adrenaline, zeg maar. Ja. Dat vraag ik me dan ook af. Als jij op daken spint, mag dat altijd? Of moet je dat een beetje stiekem soms doen?
Ja, meestal is het wel een beetje stiekem. Totdat mensen erachter komen en dan is het natuurlijk heel beleefd zijn. En dan als ze ons eraf willen hebben, gaan we er vanaf en gewoon meewerken. Dan spring je snel naar een ander dak toe. Dat kan ook nog, ja. Ligt helemaal aan de situatie. Ja, dat is mooi. Ja. De Chameleon groep 7 die vraagt, wil je een salto doen nu? Nu. Ik kan proberen. Ik ga niet beloven dat ik hem land. Moeten we dan even je scherm... Ik zou het echt knap vinden. Ik heb je groot staan, dan kunnen ze meekijken. Check even goed de ruimte. Nou jongens, de Chameleon groep 7, waar gaat-ie? Het plafond. Wat lager gaan. We gaan het proberen. Oh. Ja! Hé! Hey! Kijk, ja, hey, jongens, hij doet het gewoon. Dat is toch, het kan dus ook, ja. Dan ben ik even gewoon nieuwsgierig. Is het zo, jij tikt even aan het plafond om even te kijken hoe hoog je kan? Want normaal spring je dan hoger of? Ja, normaal zou ik het dak raken als ik zo zou springen. Ja, nou, weet je wat grappig is? We hebben het over de kinderboekenweek waar dier en natuur naar voren komt. Eigenlijk ben je dan een soort van, wat je katten ook ziet doen. Die nemen vaak even de tijd om in te schatten van, kan dit wel, kan dit niet? En dan springen ze. Ja, zeker, zeker. Het is misschien een gekke vergelijking, maar dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Want soms zie je ook katten springen dat je denkt, maar hoe doen ze dat? En dan halen ze precies, maar die capaciteit heb jij dus ook. Ja, zeker, zeker. Ja. De fakkel die vraagt, wat is je verste sprong geweest? Verste sprong? Ik heb hem nooit echt op de grond uitgemeten, maar ik weet wel dat naar een muurtje toe, zeg maar. Ja. 19 voet zou zijn. Ik weet niet. 19 voet en een voet is volgens mij 2,4 centimeter. Dus moeten we delen. Dus 19 gedeeld door 2,4. 19, 20, 10. Dan ga je wel richting de 7,5 meter. Dat is best wel veel. Ja. Vanaf een muurtje afzetten naar een muurtje toe dan, zeg maar. Maar zou je dan, als je dat in een atletiek zou kijken en je zou gaan verspringen, zou je dan een eind komen? Ik denk wel dat ik ver zou komen, ja. Ja, een vriend van mij is inderdaad ook ooit Europees kampioen geweest en die sprong over de 8 meter heen. Maar dat is met een aanloop. Dat is met een aanloop. Dus dat is misschien nog een andere sport voor je wat je zou kunnen gaan doen wat dat betreft. Ja. Hey, wat zou je adviseren aan de leerlingen als ze zeggen, hey, ik heb Sibu nu gezien, ik vind die filmpjes tof, ik wil hier ook gewoon mee gaan starten, ik wil dat ook op straat gaan buiten spelen? Ja, ik zou gewoon met een paar vrienden gewoon naar buiten gaan en kijken wat je allemaal kan doen. Gewoon jezelf een beetje uitdagen. En heb je dan nog tips waar je dat het beste kan doen? Want uiteindelijk, ik snap wel, er zitten best wel risico's aan om het te doen, om het een beetje veilig op te starten. Ja, ik zou zeggen, je kan het overal doen. Je kan rondlopen en je ziet vanzelf iets leuks en waar je jezelf kan uitdagen. Uiteindelijk is het best om ergens te beginnen in een zaal dan. Ja. Eigenlijk te doen, zeg maar. Maar alles kan. Dus eigenlijk zeg van, als je dan wil gaan beginnen, ga buiten spelen. Maar als je het echt verder wil leren, ga een keer binnen beginnen om wat basiszaken dan te oefenen. Ja, precies. Dat is, en dan kan je in de blokkenbak springen. Ja, lekker in de blokkenbak zitten. Ja, precies, heel goed. Ik vind het super leuk dat jij hier in de lessen hebt willen zijn. Ik ga even kijken of er nog laatste vragen binnenkomen. Nee, er komen nu niet zo heel veel vragen meer binnen. Dat betekent dat we heel goed de antwoorden hebben gegeven op de vragen die gesteld zijn. Wat ga je vandaag nog doen, Sibe? Ik ga straks lesgeven. Je gaat straks lesgeven. Zeker. En ik moet daar ook een video ga ik nog editen voor Springbroos. Die komt deze vrijdag uit. Kijk. Ja. Want dat doe je dus ook nog allemaal zelf. Zeker, zeker. Dat is, dus zowel het filmen als het monteren van de filmpjes, dat doen jullie met elkaar wat dat betreft. Ja, zeker. Heel goed. Nou, mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw toelichting. En ja, ik vind het gewoon, ik vind het mooi. En ik hoop dat jij ook weer leerlingen hebt geïnspireerd om zelf lekker buiten te gaan spelen. Want dat is volgens mij veel te leuk om niet te doen wat dat betreft. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel, Sibe. Geen probleem. Fijne dag nog. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Doei. Ja, jongens en meiden. Dit was weer een aflevering van Sporter in de Klas. En ik vind het gewoon leuk om ook weer de jonge, nieuwe sporten te zien. En wat je gewoon buiten kan doen. En volgende week is het nog steeds Kinderboekenweek. En dan gaan we het hebben met een zwemster over het thema gigagroen. Buiten spelen, naturen, dieren. En haar naam is Nienke Jonk. Zij is, en dat vind ik ook leuk, ze is gek op lezen.
Maar ze is ook een docent in opleiding. Dus volgens mij een hele leuke sporter om weer straks de hemd van het lijf af te gaan vragen. Voor nu dank ik u wel voor het kijken. En dan zien we elkaar volgende week donderdag weer op het normale tijdstip om 9:30. Tot dan. Groeten van meester Jochem. Hoi hoi.